Dit is de LiveScribe Smart Pen. Op het eerste gezicht lijkt het een normale pen. Het is wel iets dikker en als je goed kijkt zie je een digitaal display. Je kan natuurlijk met deze pen schrijven, maar je kan er ook geluid mee opnemen. Dat is beide niet nieuw, maar de koppeling tussen tekst en geluid is wel heel bijzonder. Hoe dat werkt, zal ik even demonstreren. Bij de Smart Pen hoort een speciaal notitieblok, zogenaamd dotpaper. Het dotpaper bestaat uit een heleboel kleine puntjes die ieder zijn eigen plek hebben op het papier. Onderaan het notitieblok zien we ook verschillende menuopties. Als we iets willen opnemen, dan drukken we met de pen op record. En als we bijvoorbeeld tot 5 willen leren tellen, dan kunnen we die cijfers even opschrijven. 1, 2, 3... 4, 5. Ik stop met opnemen. De opname duurde 13 seconden. En als ik nu terug wil naar wanneer het cijfer 4 gezegd werd, dan klik ik met de pen op het cijfer 4. Je hoort dus precies terug wat er op dat moment verteld werd. Dit was natuurlijk wel een heel erg makkelijk voorbeeld, maar je kan je voorstellen dat tijdens een uur hoorcollege je met enkele steekwoorden heel makkelijk kan terugluisteren wat er op welk moment gezegd werd. Voor een uitgebreidere eerste indruk kun je naar onze website gaan. Maar zoals je ziet, de LiveScribe Smart Pen werkt goed. Hij maakt waar wat hij belooft. Voor diegenen die veel notulen maken, kan het best handig zijn. Voor anderen is 200 euro een dure, maar wel leuke gadget.